Especially to our kumpuna, to our third birthday party of Indies 3.0. I'm quite proud that we are today. Later on tonight, we'll go into how we got to where we are today, why are we standing here, and what have we done to achieve that, I guess. But I just want to start off with one note, and that is that a lot of things have happened that we have not planned or expected. I don't think either one of us was planning to have our third birthday party at the Indonesian embassy when we started, no. I wasn't planning on having a baby. But it's very welcome nonetheless. But so a lot of great things have happened that we didn't expect, and I guess this night with all of you here is the proof of that. Selamat datang. Welcome. Actually, it's welcome to Indonesia, because you are in the territory of the Republic of Indonesia. But don't be afraid. Well, I'm happy, very happy to be here this afternoon, and I'm very happy to see, to welcome each and every one of you. This I was away in Jakarta just returned a few days ago. I just take the nice part. So thank you very much once again. Congratulations and enjoy the evening. Editors-in-chief. We've been there for 3 years, we've built a website, we've built a media channel, but now it's time to let go a little bit. We're gonna step back. I'm gonna move to Indonesia for 1 year with my girlfriend and my small son. And as you can see, Kirsten is also building a family with a lovely husband-to-be. Saying, I wanna write about Indonesia. And Kirsten said, why? What are you going to write about? Why is Indonesia so important? And I said, well, see, you don't know. And then we had this discussion, and this website evolved as a media channel, as an online magazine. And, well, from first successes, there were second successes and third successes, and now we're here. But there were three important things. Maybe Emma can put up the next slide. There were three important pillars or core principles that we, over the years, over the 3 years, didn't change. No, we upheld them for, and I think they are also the reason that we did start. Is it resonant on? It is. Because as Ed said in his introduction, one of the things that we wanted to do ourselves, I guess, especially when you're young, you're, you know, stubborn and you want to find out things for yourself, we wanted to determine who we are ourselves. We don't want to have to listen to other people telling us, well, you're not Indo or you're not Dutch, it doesn't matter what anyone else said. I wanted to find out myself. I wasn't sure at the time when we started
So I guess Indies 3.0, where we are now, is also a pretty good reflection of, speaking from my own perspective, my own personal growth as Indo-European, I guess. Yes. Je had het net zelf al erover dat jij een Kirsten eigenlijk een stel zijn. Maar jij denkt wel dat jij dinsdag de 21ste van deze maand de eerste huwelijkspartner van Kirsten bent. Maar ik moet u verklappen, ze heeft al een huwelijkspartner. Ze heeft al een heel huwelijk achter de rug. En ze heeft zelfs al een aantal kinderen. En Ed, jij denkt dat alleen Reza jouw enige zoon is? Nee. Je hebt er nog veel meer. Wat? Hoe ging dat nou eigenlijk precies? Kirsten, ja, het echte verhaal. Kirsten en Ed zijn eigenlijk elkaars Indisch 3-echtgenoten. En vader en moeder van het huidige Indisch 3-gezin. Want in 2008 kregen Kirsten en Ed verkering, nadat Ralf Knevel samen elkaar had voorgesteld. En de volksprong over tussen deze twee en Indisch 3 was geboren. En anderhalf jaar lang waar ze een solide stel dat Indisch 3 op de kaart zetten. En in augustus 2009 dachten ze laten we dat gezin maar eens gaan uitbreiden. Dus daar kwamen 7 kinderen. Een aantal van hen dat verliet al gauw het nest om nooit meer terug te keren. Maar grote broer Patrick en grote zus Elfred, die er helaas niet zijn vanavond, die gingen ook al gauw uit huis. Maar die keerden nog altijd terug op feesten en verjaardagen. Alleen Merra en ik bleven onder de Indisch 3 vleugels hangen. En toen wij in juni 2010 vroegen of wij neefjes en dat we het zegen van papa en mama hebben. En Kirsten en Ed gaan nu wel verdiend met ouderpensioen. Dus papa en mama, jullie waren geweldig. En we willen jullie hartelijk danken voor alle steun en onvoorwaardelijke liefde. Merra en ik hoop alleen wel dat we af en toe voor ouderlijk advies mogen aankloppen als onze kinderen dreigen de boekenkast als kind te gebruiken. Kirsten en Ed, ik heb een stuk over jullie geschreven. Eén over Kirsten, één over Ed en wat regels over jullie beiden. Goed, hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.1. Kirsten, op het moment dat ik deze speech aan het schrijven ben, loop ik druk in mijn kamer te ijsberen. Ik wou me geen zoetsappige lofreden van mijn relatie maken, maar anderzijds toch duidelijk maken dat ik, best samengevat, een bewonderaar van jou ben geworden tijdens onze samenwerking de afgelopen 2 jaar. Om het gestructureerd duidelijk te maken, ben ik tot 5 termen gekomen die jou, mijns inziens, het beste omschrijven. 1. Iemand met charisma. Op een zonnige nazomerse dag in 2009 vond ik mij lichtelijk vertaald ergens in Amsterdam op zoek naar de badkuip. Later realiseerde ik mij dat het badhuis heette. Voor de eerste editie van de meeting voor aspirant-redacteur. Jij kwam vers in die leek binnen met een in voor jou herkenbaar ensemble bestaand uit zwart- en roodtitten en hier en daar lederen kledingstukken. Eigenlijk, zeg ik eigenlijk het laatste gedeelte, want als een echte man betaamt, herinnert hij zich nooit de stoffen, maar alleen de onderliggende vormen. Goed, de toon is gezet. Maar nou, even serieus. Er schoot niet zomaar iemand aan met zomaar een persoonlijkheid, maar iemand met charisma. Ook in de volgende bijeenkomsten bleek je een natuurlijk leider te zijn, die Indisch 3.0 richting, body en professionaliteit gaf. En daarnaast controle, beheersing, vertrouwen uitstralen naar jouw mederedacteuren en later freelancers. Hiervoor hebben wij allen met jou als een natuurlijke spil en toevertrouwen Indisch 3.0 kunnen loodsen naar het huidige niveau. Chapeau. 2. Kirsten is een pittige tante. Na 32 jaar beide handen Indische vrouwen zijn ervaren, in de vorm van mijn moeder, mijn zus, tal van nichtjes en tantes en daarnaast ook 7 ex-vriendinnen, dat ik alles wel gehad en overleefd hebben. Echter, ik had niet geanticipeerd op een beide handen Indische vrouw met intellect, vlijmscherpe argumentatie, ratelsnelle retoriek, vervelende wedervragen waar ik geen antwoord op wist,
Niet de misstaande communicatie en zeker geen blad voor haar mond. Zelfs geen jeroepoer. Tijdens medevergadering koop hier wel medegene zijn stem. Hier kluis deze spreekt. En zelfs een catfight hier en daar met andere vrouwenlieden. Ik zal haar naam niet noemen, maar ik begin met een één. Ben er in jouw voordeel beslecht. Maar over de tijd heen leert men jou kennen en wil je hier ook mee omgaan. Althans, dat maak ik mezelf wel een tijdje waard. Al deze eigenschappen hebben echt ook een enorm voordeel. Binnen ettelijke nanoseconden kun jij ideeën en uitspraken analyseren, beoordelen, aanvullen, betwijfelen, afkeuren, enthousiasmeren en met andere ideeën en zelfs al ergens in de planning opnemen. Dit is veel bepaald geweest door hoe individueel zich gevormd heeft de afgelopen jaren en zal zeer zeker gewist worden. 3. Je bent het netwerk. Of het nou de Indonesische ambassades, gevestigde Indische organisaties of lokale start-ups, of het nou grote namen zijn in de politiek of literatuur, of amateurmuzici in afgelegen provincies, jij weet met iedereen een professionele band op te bouwen. Zelfs met een hoogzwangere buik en een vergeetachtig hoofd, reis jij stad en land af om Indie 3.0 te vertegenwoordigen en ons netwerk uit te breiden. Interesteer. Helemaal niet.